Karim, het was een knosgekke wedstrijd, met name de tweede helft. Een wedstrijd die jullie in een paar minuten uit hand geven. Hoe kan dat? Ik ben er nog steeds een beetje verbaasd over. De oorzaak. We maken afspraken, die werden niet goed nagekomen. En dan krijg je het zo snel achter elkaar om de oren. Ja, want je maakt 1-3, dan valt misschien bijna nog de 1-4. En dan in een paar minuten tijd staat het ineens 4-3. Ja, ik ben nog steeds verbaasd, zoals ik al zei. Het ging heel snel in die laatste paar minuten. En we hebben een aantal goede afspraken gemaakt met elkaar. We hadden moeite om toch die tweede paal te dekken op een gegeven moment. En dan als je heel snel ze achter elkaar krijgt, dan kun je het ook niet meer herstellen. Dan gaat het in de kopjes van de jongens spelen. Op zich hebben we dit al voorbereid en we wisten het. We hebben het van tevoren ook doorgegeven. Nou ja, Marlène, prima gedaan eigenlijk, doordat ze zagen een zwakte bij ons en dat hebben ze goed uitgebuit. Ja, maar vind jij nu de zegen terecht voor Marlène? Nee, als ik eerlijk mag zijn, kijk, uiteindelijk winnen ze. Het is de derde keer dat ze van ons winnen. Ik mag, 4-1, 4-2 en 4-3. Dat klopt, dus ik moet nou echt mijn mond gaan houden als het daarop aankomt. Ja, wat is het? Een beetje ervaren ploeg. Ik vond dat we ze eigenlijk best wel in de tang hadden. Ze konden eigenlijk niet veel creëren tegen ons. Buiten dat wij een aantal kansen kregen. Ja, een keeper staat, Frank doet het uitstekend. Pakt een aantal goede ballen eruit. Ik denk dat als we nog eentje hadden geprikt, de 4-1 hadden gemaakt, dat we dan echt dat we dan hadden gewonnen. Ja, het valt de andere kant op en dan wordt het nog spannend. Als we kijken naar de ranglijst, het staat allemaal heel dicht bij elkaar. Jullie hadden vandaag een goede tik kunnen uitdelen, maar nu wordt het een heel moeilijk verhaal. Zeker, het wordt een lastig verhaal. Maar goed, we hebben nog steeds 1 punt. We krijgen nog 2 wedstrijden. De koploper, AOC. Tevens ook Amsterdamse ploeg. Wordt een mooie wedstrijd. Wij gaan ervoor. We gaan alles op alles zetten om in ieder geval daar 3 punten binnen te slepen. En verder kijken naar de play-off. Daarna krijgen we TP. Ook nog een eentje die meedoet voor de play-off. Kortom, 2 finales. Dat wordt alleen maar nog geweldiger en nog mooier. Voor ons, we moeten kopjes weer recht houden en proberen naar de volgende wedstrijd te werken. Ja, normaal zeg ik 2 finales, het is cliché, maar het is echt zo, hè? Het is zeker zo. Het zijn echt 2 finales van ons.